Majesteit, excellenties, Geert Mak en familie en vrienden. Dames en heren, van harte welkom bij de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs voor 2017. Geert Mak, een auteur die nauwelijks introductie behoeft, die ons al jarenlang met zijn fantastische verhalen meeneemt in onze geschiedenis en in de geschiedenis van Europa. Wij willen hem vooral zelf aan het woord laten. We denken dat dat voor iedereen hier een verwennerij zal zijn. En we hebben daarvoor de presentatrice en interviewster Janine Abbring bereid gevonden om met Geert Mak in gesprek te gaan. We willen vooral ook jou aan het woord laten vandaag, hoewel het een vol programma is met veel elementen, een reis zo gezegd, vanuit Friesland, Europa in, misschien nog een klein rondje Amerika. Een van je bestsellers is natuurlijk Hoe God verdween uit Jorwert. Ja, die research deed ik in 1993. Maar altijd een enorme, intense band met Jorwert gehouden. Het is een beetje familie geworden. De zimmer wit zijn joeg al haar kreften. De kwart haar azen. Je koopt van lid haar neer. Ik zie nu al de emotie bij je. Jeetje. Ik vind dat Nienke fantastisch zingt. Ja. Ja. En heel fijn. Beetje thuis. Ja. Beetje thuis. En in Amsterdam. Nou, wat wil je meer? Ja, ja. Beste van twee werelden, ja, ja. Eigenlijk. Ja. Maar ik ben eigenlijk met bepaalde projecten ben ik een beetje monomaan. Hier, toen ik met Six bezig was, raakte ik helemaal in het Amsterdam van de 17e en 18e eeuw. Daar wandelde ik als het ware. In mijn hoofd wandelde ik daar doorheen. Mm-hmm. En inderdaad, hè, de levens van Jan Six, het laatste boek. En natuurlijk ook de toekenning van vandaag van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs heb je natuurlijk mede te danken ook aan dat boek over de levens van meerdere Jannen Six, ja. Eigenlijk. Wat triggerde jouw nieuwsgierigheid naar die familie Six? Dat ik heel veel behoefte had aan gewoon een reisboek over drie trappen en een stel kamers. En verder, en in Amsterdam. Ik had ook echt zin in een Amsterdams boek. We moeten in sneltreinvaart door van Amsterdam Europa in. Twee dikke pillen, ze liggen hier in Europa. En dat werd uiteindelijk weer een televisieserie. En daar komt een vervolg op. Ja, dit in Europa is op een geschreven toen de 20e eeuw zich min of meer had voltrokken. En nu zitten we midden in de geschiedenis. Het is mooi om te zien, hè, hoe jouw werk toch ook zoveel andere kunststromingen kan beïnvloeden. Er is bijvoorbeeld ook een toneelstuk gemaakt waarin gebruik is gemaakt van jouw boekteksten. Wat ik fascinerend vond, dat er bepaalde teksten werden op lied gezet. Maar op een gegeven moment ook een tekst van mezelf. En ik dacht, lieve hemel, heb ik dat geschreven? Dus het ging bijna zweven, dat boek. Ik wist niet wat me overkwam. Nee, het is fantastisch. Hinter dem Auto schritten die Verblödeten, die hatten alle arme Augen, armen Ohren und Beine, die sahen aus wie Brüder, erlebten alle dasselbe große. Die jou ooit ten deel viel, Geert, laten we wel wezen, is toch wel dat je ooit figureerde in de Donald Duck. Ja, zeker. We zien hier de voorkant van desbetreffende Donald Duck. Ja, ik heb hem nooit meer kunnen terugvinden. En ik was er zo trots op. Nou, we hebben digitale plaatjes weten te vinden ervan. Kijk, dit is de binnenkant. En dan moet u linksbovenin, ziet u Donald Duck leest een boek. En als we dan inzoomen op dat boek. Ja. Eén van mijn. Nou. En de grootste. Daar kan het heeft geen cultuurprijs tegenop. Nee, ik was zo trots. Hemel en aarde hebben wij bewogen. En we hebben hem gevonden. Oh. En je krijgt hem. Dus de Donald Duck. Geweldig, ja. Meneer Mak,
Met uw oeuvre brengt u ons een gedeeld verleden. En daarmee een gevoel van verbondenheid, hoop en troost. Maar bovenal hebben uw werken ons verrijkt, ons nieuwe inzichten gegeven en ons dichter bij andere tijden en culturen gebracht. De oude pastorie in Jorwert is binnenkort klaar om te worden bewoond. U kijkt eruit op een beuk die daar al honderden jaren in de voortuin staat. En of we nu spreken over deze oude beuk in Friesland, de overvloedig gevulde kamers in het Amsterdamse pand van Jan Six, of de uitgesleten trap van uw grootouders in Schiedam. Het zijn plekken die verwondering teweeg brengen en die uw liefde voor geschiedenis hebben gevoed. Met kleine, persoonlijke verhalen die grote geschiedenis ontsluiten en historische processen begrijpelijk maken. Het is uw grote verdienste, meneer Mak. Veel dank dat u deze schitterende verhalen al ruim een kwart eeuw met ons deelt. Van dominees en kooplieden, we zijn steenrijk, maar we houden niet van twijfel en we tellen onze centen. De cultuur heeft het hier dus niet altijd gemakkelijk. Veel muzici, hoe getalenteerd ook, moeten krabbelen en snabbelen om het hoofd maar enigszins boven water te houden. Datzelfde geldt voor veel auteurs. Daarvoor komt er vanaf nu een fonds op mijn naam. Het geeft historici, journalisten en andere auteurs die hun sporen verdiend hebben, minimaal een half jaar vrijheid. Vrijheid om onderzoek te doen, om archieven in te duiken, om te reizen en te kijken, om uit te zoeken wat er ooit echt gebeurd is en ook wat er nu echt aan de hand is. Want zo'n extra stimulans is hard nodig, meer dan ooit. Inderdaad, vanwege die twijfel, dat zoeken naar vrijheid en het heroveren van de waarheid, telkens weer. Ik dank u wel.